Die kon meer dan 50 euro geven tijdens zijn livestream. En hiervoor moet hij verschillende opdrachten uitvoeren. Alleen weet hij dit zelf nog niet. De eerste opdracht is simpel. Hij moet mijn naam zeggen. Yo, Sam. Xander, jongen. Is het Xander of Xander? Je moet Xander. Ja. Hiervoor krijgt hij 1 euro. Dankjewel, Xander. En in de loop van de video wordt het bedrag per opdracht steeds duurder en worden de opdrachten steeds extremer. Zo moeten ze bijvoorbeeld uitrekenen wat 47.076 plus 16 gedeeld door 2 is. 46. En uiteindelijk heb ik ook nog een leuke bonusopdracht en dat wordt echt vreselijk. Tik voor de afgezien je neus op het toetsenbord vanavond. Dankjewel. Dat was de verkeerde video. Maar goed, nu snel door naar opdracht 2. Win een potje steen, pischaar of Floris en ik geef je 2 euro. Ik doe steen, oké? Okay? Okay, ja. En bij elke donatie zet ik de opdracht er ook meteen bij, dus... Af een flesje focusing en ik geef je 4 euro. Dit is dan bijvoorbeeld. Ga ik dan, hè? Helemaal op. Zo. Voor jou, Xander. Voor jou. Lekker man. En de volgende opdracht is... Stil een make-up product van Suzy en breng het aan op Floris' hoofd. Dan geef ik je 7 euro. Dit wordt wat. Gast, dat is oogpolder. Je gaat dat toch niet doen als je dat nog nooit hebt gedaan. 12 seconds later. Ja, maar je moet wel zien. Nee, je ziet het. Er zit wel een steen op je gezicht. Oké, ik ga het wat moeilijker maken. Als Floris binnen 30 seconden uitrekent dat 47.076 plus 16 gedeeld door 2 is, krijgt hij maar liefst 12 euro. 70.092. Dat is 3.500. Dat is 40, 46, 23.546. Oké, klopt het of niet? Nee, het klopt niet. Maar goed, omdat ik zo aardig ben, geef ik hem gewoon zijn 12 euro. En omdat Kriekel in zijn livestream 100.000 keer dankjewel aan het zeggen is voor de 100.000 abonnee special, laat ik hem voor de volgende opdracht in 10 verschillende talen dankjewel zeggen. En lukt dit, krijgt hij 20 euro van mij. Oké, dankjewel, merci, grazie, dankjewel. Dit is niet te doen! Xie, dat is Chinees. Okay, welke taal hebben we nog? Ja, zo'n 1000. Spaans. Oh ja, thank you, tuurlijk. Ja. Tak is Noors. Hvala. Hvala. Bosnisch. Oh. Privet Russisch. Ja! Dan gaat mijn geld. Alexander heeft ik al veel zoveel geld gedoneerd trouwens. Ja, godverdomme. Jezus Christus zeg. Precies. En om er nog even een schepje bovenop te gooien, heb ik nog 1 leuke opdracht in petto. Hey, wacht even. Oh, oh, oh. Nieuwe challenge. Echt? Nieuwe challenge! Dankjewel. Oh, 20 euro, Xander, legend! Xander, hey, beide een tekening van mij. Degene met de beste tekening krijgt 10 euro. Xander, jongen, beast! Echt. Sam en Floris moeten dus allebei mij na gaan tekenen. En dan laat ik mijn moeder bepalen welke tekening het meest op mij lijkt. En degene met de beste tekening, die krijgt 10 euro. Jezus. Wat een mooie tekening, Xander. Oh mijn god. Maar ik ben ook echt zo benieuwd wat hieruit gaat komen. Want Floris, die kan denk ik nog best wel goed tekenen, maar Sam... Nee, dat wordt het niet. One eternity later. Oké, okay, Xander, zeg jij maar welke het mooiste is. Dankjewel. Welke is mooi, 1 of 2? Welke is mooi? Dankjewel. Ik geef jullie fucking meer dan 50 euro. En dan krijg je zo'n tekening. Ja, het is schandalig voor zoveel geld. Mam, 1 of 2? Oké, het wordt dus tekening 2. Nee! Gefeliciteerd! Dankjewel. Gefeliciteerd, Floris. Nog eens 10 euro erbij. Abonneer allemaal even op Xander van IJzendoorn. Ja, precies. Want ik draai er echt alleen maar verliefd met deze video. Maar goed. Bedankt voor het kijken. En later. Xander! Dankjewel.